verdelen. We zien Pastoor is de schuld, is een grote magneet van alle problemen hier in Zeebrugge. Dus daar gaan we vandaag actie voeren. Oké, okay. Criminaliteit is criminaliteit. Zijn, dat de mensen die in de zee nemen, dat er overvalt, dat kun je toch niet ontkennen? Dat is juist, maar... Maar ja, dat komt toch voor een deel, zodat je het voelt. Dat komt toch alleszins voor een stuk, omdat zij hier een andere dienstkracht voor die mensen. Ik vind niet dat ik mensen aantrek. Ik help mensen die in nood zijn. En die mensen... En daardoor trek jij mensen aan? Maar die mensen komen niet naar hier voor een komstzoek. Ze komen hier van ik weet niet waar, maar op zoek naar Zeebrugge. Ze komen naar Zeebrugge om in Engeland te geraken. En ze weten dat ze bij u hier thuis zijn, dat jij hun helpt. Ja. Dus dat is een aantrekkingskracht. Maar dat is geen aantrekkingskracht. Ja, de schuld is al van hier. Er komen er niet meer omdat ik hier zoek. Dat is zeker een vast, dat wordt doorgezegd. Gewoon eens gebruggen en dan kun je krijgen wat je verlangt. Nee, dat is een groepje van een twintigtal mensen. Ja. Dat zijn er 20 te veel. Maar anders komen zij ook heen. Maar illegaliteit is toch verboden? Maar anders komen zij ook heen. Zij komen anders ook heen. Maar God, toch geen, u overtreedt de wet? Nee, ik help mensen niet in nood. En daardoor overtreedt u de wet. Nee. Illegaliteit is criminaliteit en dat wordt bewezen met wat hier allemaal voorvalt in de Zeebrugge. Ik probeer die mensen te overtuigen van hier asielant te vragen. Ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen. Ja. Maar het heeft zeer negatieve effecten voor Zeebrugge. Ja, dat is dan. Ik meen van niet van, ik help ook mensen van Zeebrugge. Ja, dat gaan wij hebben geen problemen natuurlijk. Hè. Ja, we moeten erbij komen. Ja, maar dat verwijten ze mij ook. Hè. Dat is, Maar die overeen komen, hè? Ja. Van al onze visie. Voilà, dus tegengesteld. Ik respecteer uw visie en ik hoop dat je mijn visie respecteert. Mensen respecteren elkaar. Ja, we respecteren niet akkoord ermee natuurlijk. Ja, weet je? We kunnen niet. Alleen maar allemaal loop ellende aan mij brengt. Al jaren hier voor de mensen van Zeebrugge. En dat kunt maar het alleen. Dat is al 30 jaar dan die vluchtelingen. Ja, maar ja, nu in overtreffende trap, hè, de laatste jaren. De laatste jaren is echt er niet voor ruzie te maken. Zo doen we niet. Ja, maar jij helpt volk dat je ruzie komt maken. En dat is een groot verschil. Geen ruzie. Ik heb met jullie gepraat. Dat is nog... Nee, jij helpt hier volk dat hier ruzie komt maken. Dat probeert voor onze tradities. We ons volk. Dat beseft je wel niet. Ze brengen in de hun ook nog weer naar hier. Maar besef de gulden niet wat dat gulden binnenhaalt, het paard van Troje. Zeebrugge steekt de laatste tijd onder de criminaliteit. De cijfers zijn duidelijk. En toch blijft je de magneet zijn van al die ellende voor de mensen hier. Toch blijft je ze aantrekken. Dat is gewoon de waarheid. Dat is een pure waarheid. Dat is geen visie, dat is waarheid gewoon. En hij blijft de problemen negeren. Ze moest dat verstenden. Papier. Ja, maar dat ligt dood met die... Want die instituut zegt gar niks. En die waarheid blijft de waarheid. In mijn country, I go back. Give me my to get petrol, your own country. I going back. Go fight for it. I fight. Like we fought for our country. You have a problem with us? Yeah. Come here. Ik spreek die gast aan, die spreekt vloeiend Duits en blijft vloeiend op zijn Libisch. En ik vraag aan hem, ik zeg, wat doe jij? Ja, ik heb 1800 euro, zei hem. En de pastoor pakt mijn eigen 100 euro af. Allee, pastoor zei hem, de meneer pakt mijn... Ik zeg, we kennen hem. Ja, ik heb werk in Duitsland, dus die hangt van leugens aan hier.
dat zijn dat soort, dat krijgt geen geld meer, dat komt naar hier. Ik kon naar Engeland, zei hem, daar moeten ook alle blanke vrouwen een kopdoek dragen in de moslimwijken. En daar vul ik maar thuis, want daar is sharia. De christenen hebben ook de kruistocht gehad. Dat was tegen de invasie van de islam, die toen al 400 jaar aan de gang was. Toen was de islam al 400 jaar bezig met christelijke steden aan het overnemen. En de kruistochten waren een respons daarop. Met haat bereik je niks. Met haat bereik je niks. Maar dat gaat er nu niet over. U zegt de kruistochten. Bemin je naast maar u haalt jezelf de kruistochten nog aan. Bemin je dat niet van ons werk, alsjeblieft. Liefde is blind. Nee. Mama, denk dat je serieus blind bent. Meneer, u haalt de kruistochten aan. Ik wil daarover gerust in debat gaan met u. Maar u verwaande nu van onderwerp. De kruistochten waren een respons op een reeds 400 jaar durende invasie van de islam die al aan de hand was. Ze stonden aan de poorten van Constantinopel, de laatste christelijke stad die nog stond, om die over te nemen. En dan zijn de kruistochten begonnen. Zonder de kruistochten was het christendom er niet meer. Dat is een bewijs. Islam is nu de christenen aan het vervolgen. En zo staat het ook in de Koran. Islam is een religie van haat. Christendom is een religie van liefde, dat klopt. Maar islam is een religie van haat. Zij willen al de non-gelovigen vermoorden. En zo wordt het voorgeschreven in de Koran, zodat ze het zo moeten doen. Geen illegale, geen zeebruggen. Geen illegale, geen zeebruggen. Geen illegale, geen zeebruggen. Geen illegale, geen zeebruggen. Geen illegale, geen zeebruggen.